Goedenavond, radicaal rechtse boefjes. Welkom bij Zondag met Lubach. Deze week waren de verkiezingen en iedereen beleeft die op een andere manier. Sommige mensen begonnen de verkiezingsdag met een spectaculaire goocheltruc. Zoals Ria en Chibbe. Ria, kun je eventjes kijken, Chibbe? Ja. Voordat ik hem dicht doe, dat iedereen ziet dat hij leeg is? Ja. Is goed hoor. Is goed. Je staat erbij en je snapt toch niet hoe ze het doen. Knap. Maar verkiezingen die blijven iets magisch. Ik vergeet zelf nog wel eens hoe bijzonder het is. En het is dan mooi om daar weer even aan herinnerd te worden. Spannend. Echt spannend. Ja, voor de eerste keer echt spannend. Amer Alomari. 6 jaar terug gevlucht uit Syrië. Sinds kort heeft hij een Nederlands paspoort. Ja, dat ik kan stemmen. Ik geloof dit moment nog niet. Als iemand van oud dictatorisch land kwam, is het echt heel bijzonder voor mij. Dit is toch fantastisch. Die spanning, die zijn wij helemaal kwijt. Wij zitten inmiddels op dit level. Jesper, ik begin bij jou, want je moet zo de trein hebben, hè? Ja, dat klopt. Ik moet zo naar huis. Ja. Vandaag gestemd dus ook, want ja, belangrijk. Ja, ik vond het niet heel belangrijk. Nee, niet heel belangrijk. Nou, als je afvraagt waarom de uitslag is zoals hij is, daar staat hij en hij moet naar Hogeveen. Geef mij dan Amer maar. En veel nieuwkomers die stemmen niet gewoon maar wat, hè. Ze bereiden zich echt voor. CDA heb ik ook een beetje gelezen. D66 heb ik ook gelezen. GroenLinks heel veel gelezen. Ik vind het heel interessant. VVD ook vind ik heel erg interessant. Luister vriend, zo doen we dat niet hier. Hoe stemmen werkt is, je kijkt wie vind jij een lul. Dan zoek je op wie vindt diegene ook een lul en daar stem je op. Dat is de Nederlandse democratie. Maar laten we eerlijk zijn, dat hele stemmen, dat is ook gewoon een beetje een gedoetje, toch? Je moet er maar net aan toekomen op een drukke dag. Zo laat, waarom? Ik moest werken vandaag en daarna heb ik even gegeten bij vrienden van mij. Dus het was geen ander moment voor mij om te kunnen stemmen. Ja, en gisteren en de dag ervoor was het natuurlijk voor kwetsbare mensen. Ja, en daar val ik helaas niet onder. Helaas. Niet zo mok, hè? De avond is nog jong, alles kan nog. Hè? Klompvoet, suikerziekte, dwarslesie, the sky is the limit. Ja, dus maandag en dinsdag kon je ook al stemmen. En nog eerder mochten de 70-plussers al stemmen via de post. En dat ging niet helemaal goed. Er kwamen veel ongeldige enveloppen binnen. En die werden dan netjes in verschillende doosjes gedaan. He, er is een doosje stemplus pas ontbreekt. Er is een doosje stemplus pas is niet echt... Niet echt wat. En ik ben ook zo benieuwd naar die andere doosjes verderop. Kunnen we die even zien, jongens? Kan dat? Even een stukje. Ah, ja. Ja, oké, okay, ja. Uh-huh. Oh ja. Ja. Nou, wie niet echt een topweek had, was Hugo de Jonge. Die wilde gaan stemmen, maar hij had een verlopen paspoort meegenomen en moest dus weer terug naar huis. Achteraf vond Hugo dat zelf ook stom. I'm only human after all. Dat is maar weer bewezen hiermee. Wat zegt hij nou? Aioli toe met een bal. I'm holy human, Emerald. Nou ja, daar komen we niet achter. Zijn Engels is ook gewoon niet zo goed. Uiteindelijk is het ook maar een mens. En dat bleek ook, want diezelfde dag moest hij in quarantaine... omdat hij volgens zijn eigen app contact had gehad met iemand met corona. En zo bracht hij met zijn gestuntel ook nog de volksgezondheid in gevaar. Maar goed, even terug naar huis gereden. En het voordeel is, dan kun je 2 keer door de straat. Met de kennis van nu is dat misschien geen voordeel, maar fijn dat jij het leuk had. De week van Hugo de Jonge die werd er ook niet veel beter op, want zijn CDA verloor flink. En een van de andere grote verliezers van de verkiezingen was D66. Die gingen van 27 zetels in de exit poll naar een schamele 23 zetels. Wat een afgang. Toch was het feest. Deze foto was in bijna elke krant te zien. Sigrid Kaag juichend op een tafel. En veel mensen vroegen zich af, was dit nou spontaan of van tevoren bedacht? We vragen het aan een spindokter. Nou, niet lang van tevoren. Maar ik denk wel op die vooravond zelf dat men dacht van boven de 20, spring er bovenop. Sowieso een goede tip. Onder de 20, klim er weer vanaf. En deze antropoloog die had trouwens een iets andere duiding. Maar volgens antropoloog Rick Roelfsema was dit een dierlijk instinct. Dat past in een groep. Wat je ziet in het dierenrijk, dat is altijd de alfa. En die wil op het hoogste punt liggen. En weet je geen, als iemand hoger komt dan de alfa, die de leider van de groep is, dan word je afgeslagen. Wat Kaag deed was dierlijk instinct. Als Rob Jette ook op die tafel had gewild, dan had Kaag zo, wauw, zo de kop eraf gebeten. Dat is instinct, daar doe je niks aan.
Het was wel echt de week van Kaag. Zij had wat je noemt momentum, zo vertelt deze opiniepeiler. D66 heeft inderdaad momentum. Is iets aan het stijgen. Het krijgt momentum. Hè? Een dynamiek die zichzelf ook wel wat versterkt. Mensen spreken erover. Goh, D66, Sigrid Kaag, doet het goed. En dit was zondag, maar voor momentum moeten mensen wel over je blijven praten. Bijvoorbeeld op maandag. En dan het liefst dezelfde mensen. Kun je zeggen van Kaag dat ze wel het momentum heeft? Dat ze het wind in de zeilen heeft? Ja, ze heeft momentum. Ze heeft een beetje de status van een staatsvrouw ondertussen. Ik heb geen idee hoe het komt, maar ze blijft maar momentum houden. Ik bedoel, het is nu maandag, hè, maar moet je je voorstellen dat er op dinsdag in hetzelfde programma weer dezelfde opiniepeiler over haar praat? Sigrid Kaag, D66 heeft ook momentum. Hè? Het is niet te verklaren dat momentum... Momentum. Een andere verkiezingsfrats van de media, een politieke tweestrijd creëren. Gelukkig zijn er altijd wel wat scherpe geesten die dat soort dingen doorzien. Ik denk wel dat het heel veel effect heeft. Ik denk dat die duiding en wat de media doet, hè, en ook altijd het willen toewerken naar er moet een tweestrijd komen, dat is wat de media graag wil. Ja, zo'n goede analyse. De politiek is zoveel genuanceerder dan een opgeklopte tweestrijd. En vraag je af, wie zegt dit? Nou, dit is Talita Muse, een opiniemaker met frisse visies over de fratsen van de media. Zelf presenteert ze trouwens Opeen. En D66-lijsttrekker Sigrid Kaag die zit nu vol in de lift en nu in een nek-aan-nek-race verwikkeld met het CDA. Lukt het haar om Wopke Hoekstra in te halen? Mooi. Vanavond in Opeen, Talita Muse is tegen het creëren van een politieke tweestrijd. Maar Talita Muse smult ervan. Een debat. Naast D66 won ook Forum voor Democratie flink. Die gingen van 2 naar 8 zetels. Het is een hele puiken overwinning die Forum voor Democratie heeft gemaakt. Ja, verviervoudiging, ja. Echt heel knap. Oh, echt heel knap. Poeh. Het is Baudet gelukt om met onzin en leugens en valse beloften over een dodelijk virus genoeg complotdenkers, antivaxende yogamoeders en wanhopige kroegbazen achter zich te krijgen om 8 zetels te vullen. Dat is knap, dat is puik. Dat is echt heel knap. Tip voor andere partijen, beloof een gratis abonnement op de Efteling. 600 rijden op de snelweg en als je thuis komt dan heeft Ron Blauw voor iedereen wat lekkers gekookt. Wie wil dat? Iedereen en stemmen maar. Veel stemmen dus voor Forum van deze meneer bijvoorbeeld. Waarom vindt u het belangrijk dat Forum het goed doet? Nou, we kunnen niks meer, hè. Dus ja, ik wil weer sporten, ik wil weer uitgaan, ik wil weer naar feesten toe. Ja, en dat is het eigenlijk. En naast de eigenbelang achterban heeft Baudet natuurlijk ook nog de wantrouwende fans. Ik geloof dat het gewoon gemanipuleerd is door links. En dat misschien wel veel meer op Baudet zou stemmen of Forum van Democraten. Maar dat het gewoon weggehaald is. Fraude. Ja. Nu je het zegt. Het zat me al niet lekker, die uitslag. Maar dit verklaart alles. Links heeft die stemmen weggehaald bij Forum. 8 zetels laten zitten natuurlijk, anders valt het op. En die stemmen die hebben ze toen zelf op de stapel van de VVD gelegd. Het is geen spel tussen te krijgen. Links is een soort Robin Hood. Die steelt geld van de rijken en die geeft het aan Shell. Er komen ook allemaal nieuwe partijen de Kamer in. Hè? Volt, BBB, Bijeen en 21. Ja. Huh? Ah, 21. Dit is Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging, of voor vrienden Caroline van der Plas. En die doet het nadrukkelijk voor de boeren en niet voor zichzelf. Ik ben niet van plan om er een Caroline-show van te maken. Nee, geen grote Caroline-show. Dit doet me trouwens denken aan dat liedje van Neil Diamond. Ja, toch? Ken je dat? C. van der Plas. Heb ik ook bij die vrouw van, 21, hè? Iemand zei, dit is Nanninga. Ze moet nog naar het station. Nanninga, het wordt niet zonder jou, Nanninga. Nanninga. Hit the road, De Vries. And don't you come back. No, okay. Ze wil dus geen Caroline Show, maar ze kwam wel op een trekker naar Den Haag. En nog voor ze goed en wel geïnstalleerd is, werd het op Twitter wel al een Caroline Show. Want al snel doken er oude tweets op waarin ze homofobe, xenofobe en racistische opmerkingen maakte. Caroline kwam vervolgens met een statement. Ze maakte geen excuses, maar ze zei, er wordt gesuggereerd dat ik homofoob ben. Ik werp mij hier verre van. En van je 1, 2, homofoob! En om het nog even te nuanceren, partijleider BBB onder vuur om oude tweets. Zelf spreekt ze van een haatcampagne. Nee, oké, okay, nee, dat is dan helder. Dat is helder. Dat is duidelijk. Andere nieuwkomer, Joost Eerdmans van,
21, ja. Die mocht langskomen bij Goedemorgen Nederland om verbolgen te doen over dingen, want dat is het format. Bijvoorbeeld Monopoly. Het spel gaat de algemeen fondskaarten aanpassen, omdat er nog allemaal dingen in staan over het winnen van schoonheidswedstrijden en zo. En dat is een beetje outdated. Nou, en dan moet je net Joost Eertmans hebben. Het woke-gedachte erachter, dat hoeft toch van mij helemaal niet. Dat is nou weer niet het idee van het spelletje, toch? Het gaat gewoon, dan kun je ook zeggen, schaf heel Monopoly af. Dat gaan we natuurlijk ook hebben, het gaat om geld. Dat mag natuurlijk ook niet meer, toch? Ja. Nou. Wat blijft er dan nog over? Dan kan je ook nog zeggen, ja, haal dat hele bord maar weg. Want een karton mag ook niet meer. Ja, wat blijft er nog over? Kun je mensen ergen, een stratego, ja, dat mag helemaal allemaal afgepakt. Volgende onderwerp. Maar goed, de kaarten zijn geschud. Dit is waar we de komende 4 jaar mee moeten doen. Links is gehalveerd. 8 zetels voor een complotdenkerspartij. Het nieuwe kabinet gaat waarschijnlijk angstaanjagend veel lijken op het oude. En dat kun je kut vinden. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen is de amer in jezelf koesteren. Het is echt heel bijzonder voor mij. Ja, we gaan weer een YouTube-abonnement op het kanaal van Zondag met Lubach weggeven. En de winnaar is... Oeh, ik ben heel spannend. Jij! Van harte! Klik hier om je abonnement te activeren.